Suriname en India hebben vandaag een memorandum van overeenstemming op medisch gebied ondertekend. Deze samenwerking heeft te maken met de ontwikkeling van een traditionele medische systemenindustrie in Suriname. De focus is vooral gericht op Ayurveda, een traditionele geneeswijze die zich de afgelopen 5000 jaren enorm heeft ontwikkeld in India. De ondertekening van de MOU vond plaats op het kabinet van de vicepresident Ashwinadeen. Hij was in gezelschap van de ministers van Buitenlandse Zaken, Regionale Ontwikkeling en Volksgezondheid. De minister van Volksgezondheid Antoine Elias en de Indiase ambassadeur van Suriname Mahinder Singh Kanjal beklonken de samenwerking. In India, Ayurveda is an integral part of its national healthcare system. We in India have over 35 well-known institutions, hospitals, research centers, over 15,000 dispensaries, over 700 hospitals, and over 200 teaching institutions. In India, we have published pharmacy standard of over 600 Ayurvedic medicines. And today, there is a huge market for herbal medicines in India. In fact, herbal and medicinal plants are becoming important sources of income. The government of India has approved 100% foreign direct investment in healthcare center. Voor minister Elias is deze samenwerking een hoogtepunt. Vooral omdat de Ayurvedische geneeswijze steeds meer bekendheid krijgt in de westerse wereld. Ook VP Adin vindt de samenwerking een belangrijke ontwikkeling voor Suriname. In 2003 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bij haar lidstaten aangedrongen om nationaal beleid en regelgeving op het gebied van traditionele, complementaire of alternatieve medicijnen te ondersteunen. Naderhand zijn lidstaten verder aangemoedigd om waar mogelijk traditionele geneeskunde in de nationale gezondheidssystemen te overwegen en tegelijkertijd regels op te stellen. Er is een potentie van honderden medicijnen, maar dan in varianten. Er zijn, en ik zei toen aan de president, van wat we moeten doen is deze mensen tot entrepreneurs maken. Laat het achterland iets dat zij in hun potentieel hebben gebruiken om op eigen kracht zichzelf te ontwikkelen. Er zijn zoveel groeipolen in het achterland waar mensen gebruik maken van wat ze al hebben aan rijkdom om te groeien. Maar geven we ze die tools? Geven we ze die systemen? Hiermee geven we iets aan het achterland. En het zou niet verwonderen dat je een paar miljonairs binnenkort daar ziet. Vice-president Ashwin Adin vandaag bij de ondertekening van de MOU tussen Suriname en India. Beide landen gaan samenwerken op medisch gebied. De focus is vooral gericht op de traditionele geneeswijze.